Op verskate plakken in Friesland binnen dit weekend jildacties houden voor de Serious Request actie van 3FM. De 9-jarige Bas Hettema van Drachten stapte van de moon betiet met zijn huid op de racefiets naar Heerlen. Het plak dat dit hier het glazen hoest stiet. Bas had goed 3200 euro ons sponsorgeld ophellen en verdeeld uit 2 doelen. We verdelen het geld door de helft. We hebben 615 voor het KWF en 1605 voor het glazen huis. De fietstocht naar Heerlen is dan 300 kilometer en wordt in 3 dagen rijden. Bas had goed getraind. Ja, we hebben heel veel getraind. We hebben 1 keer bijna 100 gefietst. En we hebben de andere keer ongeveer 36 kilometer gefietst. Bas riet net alleen naar Limburg. Hij wordt begeleid door zijn huid en die is grutsk op zijn zoon. Ja, vind ik super. Ik bedoel, als hij dit soort initiatieven had, ik wil alleen maar steunen. En dat heb ik niet. Dus nou komt er nog even op aan te rijden aan. In het café Het Wapen van Langwar is een glazen hoes naaibouwd. DJ's van de lokale radio draaien dat in een vergoeding muziek. Ja, ze hebben me opsluiten. Ja, nee, ze hebben vragen of ik het wam moet. En dat leek me hartstikke leuk. Dus voor het goede doel, nou, op deze dagen, even van muziek houden, dan vind je dit prachtig. De opbrengst die het in het café ophellen wordt, gaat net naar Serious Request, maar naar een zorgcentrum in Balk. Een bewuste kar van de café-eigenaar. Ik denk dat een heel stuk geld daar net aankomt. En ik zal liever dat we iets jouwen wat ik zichtbaar is. En zo ben we op een zorghuis komen uit die Balkwaai. Verskate Friese artiesten treden de komende dagen op in het café dat bij uitzondering ik nachtsiepen is. En heb de gemeente vergunning voor jou, ja. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, dat is ik bijzonder, ja. Maar die stond ik achter het evenement. In feite heb je al een primeur. Ja, wij hebben wel een beetje primeur, ja.